In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Ellie. Zij was dakloos. Dak of thuisloos? Beide. Flesjes verzamelen of blikjes? Beide. Alleen of samen zwerven? Samen. Buiten of in de nachtopvang? Nachtopvang. Geld vragen of geld verdienen? Verdienen. Hoe ben je dakloos geraakt? Ik kreeg problemen op de middelbare school. Met faalangst en depressie. Waardoor het steeds moeilijker werd om naar school te gaan. Ik heb ook autisme en daardoor heb je sowieso wat meer moeilijkheden met dingen waar andere mensen misschien wat minder moeite mee hebben. Daar had ik eigenlijk hulp bij nodig, bij al die problemen. En die hulp is niet op tijd gekomen, waardoor het begon, waardoor het ging van simpele faalangst tot helemaal niet meer op school komen. Totdat het thuis ook niet meer ging. Toen ging ik begeleid wonen. Mm-hmm. En ook daar kreeg ik niet de juiste hulp. Ik was zwaar depressief. Ik ging al niet meer naar school. Ik had geen vrienden meer, want mijn vrienden die zag ik alleen maar op school. En toen dat wegviel, viel dat ook weg. Ja. Ik voelde me in Nederland gewoon niet meer fijn. Ik voelde me hier... ik ging gewoon helemaal stuk. En ik dacht misschien als ik maar zo ver mogelijk wegga, dan verandert er misschien wat. Ja. En toen heb ik ervoor gekozen om naar Duitsland te gaan. In de hoop dat ik op die manier mijn depressie kon overwinnen, een baan zou kunnen vinden en kunnen houden en dan daar een leven op te bouwen. Ja, toen de depressie kwam gewoon mee. Toen zat ik daar ineens in mijn eentje, raakte mijn spaargeld op en toen was ik ineens dakloos. Hoe was de allereerste nacht op straat? Ik was samen met oudere mensen, gepensioneerde mensen die ook dakloos waren. We sliepen op een best wel toeristische plek en daar kwamen dus ook best vaak dronken mensen langs. En ik weet nog dat een van de allereerste nachten dat ik buiten sliep, ik wakker werd en mijn ogen opendeed en er zat een man op zijn hurken recht naar me te staren. En het is dat op dat moment ook die oudere man wakker werd en hem heeft weggejaagd. Anders weet ik niet wat er zou zijn gebeurd. Je gaat eigenlijk elke avond, voordat je gaat slapen, loop je rond met waar ga ik eigenlijk slapen? Want als ik niet goed genoeg oplet, word ik verkracht. Ook bijna elke dakloze vrouw die ik had ontmoet, die was gewoon verkracht. En ik wist dat als ik lang genoeg dakloos was, dat mij dat vanzelf ook zou overkomen. Dat was iets waarmee ik elke dag leefde. En ik was constant ermee bezig van hoe zorg ik ervoor dat dat niet gebeurt. Ik had heel kort haar. Ik liep in legerbroek en een legerjas. En zelfs dan, zodra mannen door hadden dat ik een vrouw was, werd ik lastiggevallen. Wilde je dus wel altijd slapen? Of probeerde je soms ook gewoon om wakker te blijven? Of... Ja, ik heb een paar nachten buiten gelegen en toen ben ik naar een politiebureau gegaan. Dat was in een andere stad. En toen heb ik de politie gevraagd van, mag ik voor jullie politiebureau slapen? Want ik ben bang dat er anders iets gebeurt. Ik heb een aantal nachten op het schoolplein geslapen, midden in de winter. En ik wist dat, ja, 's nachts komt daar niemand. Ik ben op de allerverste hoek, heb ik me toen verstopt. En het was dat dat terrein 's nachts werd afgesloten en dat ik wist dat daar gewoon niemand zou komen, dat ik daar durfde te slapen. Maar alle andere nachten dat ik niemand had om samen een plekje te zoeken, toen heb ik niet geslapen, nee. Want hoe lang heb je dan uiteindelijk buiten geslapen? Nou, ik ben ongeveer 1,5 jaar lang afhankelijk geweest van opvangplekken waar niet altijd plek was. Dus dat zijn uiteindelijk toch wel een behoorlijk aantal nachten geweest. Hoe was het überhaupt dan het leven in een opvangcentrum?
je slaapt in een kamer met 4 tot 6 andere mensen. En de hele nacht mensen die snurken, mensen die ruzie maken, mensen die praten. Je komt gewoon niet toe aan je nachtrust. En na een paar maanden daarvan ben je gewoon, het sloopt je. En om daar dan uit te komen heb je een baan nodig. Maar om te werken heb je wel de energie en de tijd nodig om dat te doen. En dat was er gewoon niet. Wat waren eigenlijk een beetje toentertijd je bezittingen? Dus wat had je bij je? In het begin had ik misschien 5 tassen vol. Met kleding, met pannen, met papieren. Dingen die ik dacht nodig te hebben als ik daar een woning zou vinden. Maar die woning is er nooit gekomen. En als je dan ineens op straat komt te staan, dan besef je al gauw van dit kan ik in mijn eentje niet meenemen. Toen ging al gauw die tas met pannen weg. Zo werden het eigenlijk steeds minder spullen. Totdat ik alleen nog een rugzak en een koffer overhield. Ik had eigenlijk niks meer behalve echt het brood nodig om te overleven. En wat zijn dan nog die broodnodige dingen die je dan aan het einde dus overhoudt? Kleding, een zomerslaapzak, 2 zomerslaapzakjes, een yogamat en een stuk plastic om onder te liggen. Hoe kwam je toen in die tijd aan eten? Je moest maar net geluk hebben dat je in een opvang zat waar ze eten aanbieden. Als ik niet in een opvang zat, dan verzamelde ik statiegeldflessen voor mijn geld. En daarvan haalde ik dan brood en mosterd. En veel meer kon ik me eigenlijk niet veroorloven. Hoe verzorgde je jezelf? Vaak ga je dagen, soms zelfs weken zonder een douche. En al helemaal als je op straat slaapt. Je kunt niet even ergens naar binnen lopen en douchen. Maar probeerde je dat niet soms? Dat je ergens bij een kraantje of zo even naar binnen ging? Of? Ja, ja, het is ook heel lastig. Want ja, je schaamt je natuurlijk dood. En als je dan helemaal je oksels moet gaan staan wassen in een wc waar gewoon andere mensen naar binnen lopen. Je schaamt je dood, dus dat doe je niet. Nee. Dus het is heel erg zoeken naar waar is nou net die ene wc die ik wel kan afsluiten. En ja, dan op een gegeven moment was mijn vaste routine dat ik 's ochtends naar de bibliotheek liep en me daar opsloot in de gehandicapte wc om me daar te wassen. Totdat de medewerkers dan door hadden dat ik dat deed en dat vonden ze niet zo leuk. Het wordt je heel erg moeilijk gemaakt om schoon te blijven. Je bent ook een vrouw, dus mm-hmm. je hebt ook te maken met maandverband of tampons mm-hmm. of dat soort dingen. Van hoe deed je dat? Ik heb heel veel geluk gehad dat ik een spiraaltje had, waardoor ik eigenlijk steeds minder vaak ongesteld werd en uiteindelijk niet. Maar maandverband is een ontzettend groot probleem. Je hebt geen geld om het te kopen, dus dan ben je afhankelijk van wat mensen aan je geven. En soms dan krijg je het ook gewoon niet en dan moet je met wc-papier maar zorgen dat het niet door gaat lekken. Was er sprake van een seksleven toen je dakloos was? Nee. Als je seks wil hebben en niet zwanger wil raken of geen SOA wil, dan heb je condooms nodig. Maar condooms kosten geld. Je moet je ook kunnen wassen daarvoor, daarna. Je moet je handen kunnen wassen. Je moet onder een douche kunnen stappen. Dat was niet mogelijk. En we hadden geen woning om seks in te hebben. En ja, waar doe je het dan? In de bosjes? Dat zagen we ook niet heel erg zitten. Dus toen, vaak was het maanden zonder. Ja, want je had dus toen ook een vriendje. Ja. Had je überhaupt behoefte aan geborgenheid? Misschien omdat je je ook zo alleen kan voelen. Ja, dakloosheid is eigenlijk de meest extreme vorm van buitensluiting in onze maatschappij. Ja, je wil niks liever dan iemand die vraagt hoe het met je gaat. Iemand die je vast wil houden. Iemand waarmee je samen kunt zijn. Maar heel vaak heb je dat gewoon niet. Ja, je hebt het over die eenzaamheid. Wat deed je dan voor vermaak, zeg maar? Waar hield je jezelf mee bezig dan? Als ik dan vrije tijd had, zat ik heel graag
in de bibliotheek. Ik leer heel graag. Dus ik ben echt, ik heb er een beetje een studie van gemaakt om zo goed mogelijk weer dat Duits op te pakken. Daar ging heel veel tijd in zitten. Ik leerde mezelf Frans. Ik heb uiteindelijk geprobeerd om een paar deelcertificaten voor mijn VWO-diploma te halen. Was je ook verslaafd aan iets? Alcohol. In de periode voordat ik dakloos raakte, kreeg ik steeds vaker de neiging om te drinken. Als ik angstaanvallen had, als ik me depressief voelde, als ik boos was. Ik wilde eigenlijk al die emoties wegdrinken. Toen ik dakloos raakte, toen ineens was elke dag moeilijk. Elke dag was naar, elke dag was stressvol, gevecht om te overleven. En toen ineens ging ik van een paar dagen per week naar eigenlijk elke dag drinken. Ja, het sloopt je gewoon helemaal. Echt binnen een paar weken, binnen een paar maanden herkende ik mezelf niet meer terug. Hielp het ook, het drinken? Zeg maar, lukte het een beetje om dan... Nee. Dingen te vergeten? Nee, dus nee. Het werkt ook niet? Nee, ik had juist meer emoties waar ik dan weer niet mee om kon gaan. Ik was alleen maar bezig met hoe overleef ik? Hoe zorg ik dat ik niet verkracht word? En hoe kom ik aan alcohol? Hoe kwam je aan alcohol? Want het lijkt me ook, sterke drank is ook duur. In Duitsland, de goedkoopste halve liter die ik daar kon kopen was 25 cent. Een paar statiegeldflesjes en dan heb je dat al bij elkaar. Ja. Hoe ben je hier uitgekomen? Op een gegeven moment besefte ik me dat ik het niet meer alleen kon oplossen. Maar in Duitsland kon ik ook niet de hulp krijgen die ik nodig had. Dus toen besloot ik om weer terug te gaan naar Nederland. En ik dacht, in Duitsland heb ik geen rechten, maar ik ben een Nederlands. Ik ben wel een Nederlands burger, dus in Nederland zullen ze me wel moeten helpen. Maar dat was heel gek. Eigenlijk was dat helemaal niet zo. Ik kwam in Nederland en de hulp was nog moeilijker toegankelijk dan in Duitsland. Terwijl ik niet eens Duitser ben. In Duitsland mocht ik gewoon gebruik maken van de opvangen. Ondanks dat ik geen Duits paspoort had. In Nederland mocht ik niet eens gebruik maken van een opvang omdat ik dan niet uit die stad kwam. En wanneer lukte het dan eindelijk in Nederland? Ja, uiteindelijk... Het bleef nog een periode steeds verder escaleren. Ik heb aangeklopt bij een opvang en eigenlijk wou ik alleen mijn kleding wassen. Dat was de 12e, 13e, 14e opvang waar ik om hulp had gevraagd. En ik wou alleen mijn kleding wassen, meer niet. Mag ik mijn kleding wassen en dan weer gaan, heb ik ze gevraagd. En toen ben ik weer vertrokken en een van de begeleiders daar, die zat daar zo mee. Dat ondanks dat ze eigenlijk geen plek hadden, hij toch iets heeft geregeld. We hebben samen een briefadres aangevraagd. We hebben geregeld dat ik het geld van mijn studiefinanciering kreeg. Daarna hebben we een uitkering aangevraagd, zodat ik ook een zorgverzekering kon afsluiten. Zo joh. Het zijn flink wat stappen die dan ineens worden gezet. Toen kreeg ik voor het eerst in de nachtopvang mijn eigen kamertje. Hoe voelde dat, dat moment dat die kamer er was? Om dan voor het eerst jouw eigen plekje te hebben waarvan je weet dat je er niet zomaar uit wordt gegooid. Waar je een deur op slot kunt doen, waar je... Ja, je echt helemaal alleen kunt zijn, waar veilig. Je elk moment van de dag kunt douchen en gewoon eventjes helemaal niks hoeft. Dat was zo'n verademing. Ja. Wat mensen zich niet beseffen is dat dakloosheid niet eindigt op het moment dat je weer een woning vindt. Het is nu bijvoorbeeld 3 jaar geleden sinds ik weer een eigen plek heb. En nu nog heb ik therapie en begeleiding om van die periode... Om die periode te verwerken. En welke vooroordelen over dak- of thuisloze mensen vind je nou het allervervelendst? Dat we allemaal verslaafd zijn. Ik ben zelf wel verslaafd geweest, maar ik ben niet
dakloos geraakt door mijn verslaving. Is het een vooroordeel wat mensen denken van alle dakloze mensen zijn verslaafd? Of is het dus wel iets wat je veel tegenkomt? Nou, een heel groot deel van de mensen die dakloos zijn of thuisloos zijn, die zijn nooit verslaafd geweest en die zullen ook nooit verslaafd worden. Ik zat in de opvang met 2 bejaarde mensen die niet bij het geld van hun pensioen konden komen. Ik zat met een vrouwtje van 75 uit Polen die de hele leven in Duitsland had gewerkt, maar nooit recht had opgebouwd, dus niet in aanmerking kwam voor een woning of een uitkering. Hele normale mensen die gewoon een vechtscheiding hadden doorgemaakt en geen nieuwe woonplek konden vinden. Denk je dat gewoon iedereen dit eigenlijk kan overkomen? Heel vaak is dakloosheid een opeenstapeling van problemen waar je op een gegeven moment gewoon niet meer uit kunt komen zonder hulp. En als je die hulp dan niet hebt, omdat je geen goed netwerk hebt of geen goede begeleiding of wat dan ook, dan raak je dakloos. Ongeveer 80% van de jongeren die dakloos zijn, die komen uit de jeugdzorg. En die zijn 18 geworden in de jeugdzorg en zijn toen losgelaten of een instelling uitgezet zonder dat er een plek was geregeld om daarna opgevangen te kunnen worden. Ja, zonder een vervolgplek. Het is vooral die groep jongeren die we echt moeten helpen. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Abonneer je op ons kanaal, druk op het belletje als je niks wil missen en like deze video. Nou, dat was hem. Hey, hou jij eigenlijk van een rode of een gele paprika?